geweld is aan mij absoluut niet besteed. Maar verbaal geweld? Nou, hide yourself. Vandaag een fantastische dag voor de emancipatie en voor het feminisme. Minister Koenders heeft bekendgemaakt dat hij vandaag 6 vrouwen op de nationale terrorismelijst heeft geplaatst. Nou, dat is natuurlijk top, want waarom zouden vrouwen iets niet kunnen wat mannen ook kunnen? Namelijk terroristjes plegen. Op die internationale terrorismelijst staan 121 personen. Daarvan zijn er 28 vrouwen, dus we lopen nog een beetje achter. Maar er is in de jaren 90 is er ooit een boek geschreven dat heet Shoot the Women First. En dat is geschreven naar aanleiding van het feit dat de Duitse geheime diensten werden getraind om als eerste bij de terrorismegroepen de vrouwen neer te schieten. Want de vrouwen zijn altijd een tikje fanatieker. En op zich mag dat niet zo'n grote verrassing zijn. Iedereen die wel eens iets met vrouwen te maken heeft gehad, weet hoe fanatiek wij kunnen zijn als wij onze tanden inbijten. Er zijn natuurlijk oorlogen begonnen en duellen uitgespeeld vanwege vrouwen. Wat is dat toch met die vrouwen? En ja, in de recente geschiedenis hebben we natuurlijk Tanja Nijmeijer. Het spreekt toch tot de verbeelding, zo'n vrouw met een Kalashnikov of wat voor geweer dan ook. Het zijn ook altijd van die mooie vrouwen die dan de macht grijpen. Ik ben voor. Er is echt niets wat een man kan, wat een vrouw ook niet zou kunnen. Maar er is ook geen enkele straf die een vrouw niet zou moeten ondergaan, die een man ook ondergaat. Oppakken die vrouwen, hartstikke goed. Wat dat betekent dat je op die internationale terrorismelijst staat, is dat je geld bevroren wordt, dat je niet makkelijk bij je tegoeden kunt en waarschijnlijk ook niet zo fijn kunt reizen op dat moment. En voor de rest, afwachten, hè. Zou ik het kunnen? Nou ja, als je heel eerlijk bent, is een columnist misschien ook wel een variant op een terrorist. Alleen niet eentje die geweld gebruikt in de vorm van wapens, maar geweld in de vorm van woorden. Het fysieke geweld wordt meestal de columnist aangedaan. Dus ja, het zit niet in mij om geweld te gebruiken. Zelfs mijn bokslessen, daar faal ik jammerlijk in. Het enige wat ik daar echt leuk aan vind, is mijn leuke outfitje en leuke witte leren handschoenen. Fysiek geweld is aan mij absoluut niet besteed, maar verbaal geweld? Hide yourself. Twee terroristen op pad. Ik moet naar Duinrel. Daar lopen dan 2 van die jongetjes rond die familie van mij zijn. Dat zijn echt 2 van die guppen. Ik ben een dagje tante Ebel. Wens me sterkte. Fijne dag!